Ik sta hier in Haarlem bij het Inspiratiehuis. Van hier tot en met hier. Ja, hier zijn dus ook alle wanden geplaatst. Oeh, kijk nou! Hey, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik sta hier in Haarlem bij het Inspiratiehuis. En nou, ik kan niet wachten om je binnen te laten zien. Maar eerst even een recap van de afgelopen weken, want er is heel veel gebeurd. En het wordt zo tof. Kijk maar mee. En ze zouden eigenlijk deze week die kleuren al op de muren doen. Maar ja, zoals je hier ziet, het drogen van het stukwerk, ja, duurt gewoon echt heel lang. Je ziet er allemaal nog die natte plekken, zeg maar. En ook nog hier. Dus de scheiding. Ja, dan kan je gewoon nog niet verven. Dus ik hoop echt dat we dat één deze dagen kunnen doen. Nou, en hier komt dan dus de workshopruimte. En nu gewoon even wat kijken wat nou precies de maat wordt voor de tafels. Dit is 220. Met deze ook 22, ja. Ja, dus eigenlijk van hier tot en met hier 22. Zou die misschien 240 moeten worden? Dan kan je echt ruim met z'n vieren naast elkaar zitten. Dus ja, er komt eigenlijk gewoon 40 centimeter in totaal bij. Want hier wil ik dus uiteindelijk die wand met harmonica deuren, dus dat wat je echt open en dicht kan maken. Dus ja, daar moeten die tafels dan natuurlijk niet te dicht op staan. Nee, toch 220, dit wordt te veel. Dus 2 keer 220. Dit is zo grappig, want ik loop hier ook een beetje van ja, oké, wat kan ik nou doen? Normaal gesproken ga je zelf gewoon schilderen of klussen, maar nu heb ik gewoon echt een fantastisch team die alles doen. Dus het is echt gewoon meer de regie over alles in goede banen leiden. En natuurlijk gewoon het hele concept neerzetten. Kijk trouwens, ze hebben plafonds dus gepleisterd en dus geschilderd, gespoten. Hier ben ik echt wel heel blij mee. Dus die grijze balken van eerder, ja, is nu gewoon mooi wit. Het is gewoon één geheel. Moet je even vanaf hier kijken. Als je dus zo kijkt, echt heel erg mooi. Stel je dan maar voor dat dus alles nog ingekleurd gaat worden. Het is echt wel een oase van rust, hè? Ik heb ook besloten om deze kamer de oasekamer te noemen. Ja, en eerst had ik dus in gedachten om hier een tafel te plaatsen en een zitje. Maar ik ben dan ook aan het denken van ja, hoe gaan we de ruimte gebruiken? Als ik hier bijvoorbeeld met één op één met iemand wil zitten voor het mentorship traject of misschien iemand anders die hier een kleine workshop wil geven. In de oasekamer wil je gewoon tot rust komen. Dus daar past natuurlijk gewoon echt een Arabische lounge bij. Maar dan wel op de Binti Home manier. En gaan we dus kijken. Oh ja, echt ga ik naar mijn handig dit. Het is gewoon nat hier. Top. Maar ja, wie gaat er dan ook met een witte broek naar de bouwplaats, zeg maar? Oh joh, dat is van dat, kijk dan, van dat stukwerk. Het is gewoon helemaal condens, joh. Wat ik wou zeggen, is dat deze muur natuurlijk, heb ik al eerder toe in de eerdere video verteld. Mocht je die nou niet hebben gezien, kijk dan zeker ook even de andere video's. Want het is gewoon heel leuk om ja, het hele proces te zien. Dus rondleiding, wat gaan we precies doen, welke kleuren gaan we kiezen, et cetera. Nou, hier komt dus een muur met die prachtige Marokkaanse deur met allemaal houtsnijwerk. Oh, dat wordt zo mooi. En dacht ik, hoe tof is het om misschien hiernaast een lounge te doen. Eigenlijk het idee wat we dus beneden hadden in de workshopruimte. Maar misschien is dat minder passend. In de workshopruimte ga je toch echt aan tafel zitten om een workshop, bijvoorbeeld moodboards te maken of lessen te volgen, lezing te volgen. Dan ga je misschien minder snel in die lounge zitten. En hier, ja, volgens mij is dat gewoon een filmscène. Als je nou hier dus die
Arabische lounge set. Met daarachter dus die planten, hele hoge planten. En dan die Marokkaanse deur. Ja, dat is toch fantastisch. Aan de andere kant zit ik ook weer te denken dat het tof is om die lounge eigenlijk hier helemaal te doen. Dus over de hele breedte. Eigenlijk wat we dus beneden ook gaan doen, dat we gewoon met... Dat je de ruimte op verschillende manieren kan gebruiken. Wat natuurlijk ook gewoon vet is om, nou ja, props naar de dame achter de camera. Dat we misschien met een soort van rol-lounge kunnen werken. Dus dat je eigenlijk de lounge die hier staat, dat je die ook met wieltjes eronder, dat je die gewoon ook bijvoorbeeld hier naartoe kan schuiven. Oké, daar gaan we nog even over nadenken. Ja, ik heb er wat voor over om je de ruimtes te laten zien. Ik zit natuurlijk wel te denken dat als we boven een lounge hebben, dat het niet zo leuk is om hier ook een lounge te doen. Dus misschien laat ik dit voor nu gewoon even. Nu is het wel. Ik had natuurlijk verteld dat ik hier... Oké. Dat ik hier een raam wilde plaatsen. En ik wil daar heel graag... Mascarabea voor gebruiken. Hier zie je in de foto wat het precies is. Dat is dus... ja, een soort van houten panelen, houten raamwerk, wat je heel veel in de oude gebouwen in Egypte ziet. En het is prachtig, het is heel gedetailleerd. En wat vooral tof is, dat het dus allemaal kleine stukjes hout zijn, die ze dus in elkaar klikken. Dit wordt natuurlijk helemaal dicht, dus je gaat wel echt wat licht verliezen hier. Maar door hier dus raam te maken, kan het licht dus wel daar komen. Ik stond echt te dichtbij. Oké. Klaar. Dit is gewoon precies. Oh man. Dit is gewoon precies hoe ik het in gedachten had. En ik heb het gewoon nog niet gezien. Wat vet. Wat super vet. Oh, echt. Dit even neerzetten. Ja, jongens. Dit is dus die eyecatcher waar we het over hadden. Ja, dit is geweldig. En dit wordt dus een hele mooie camel tint, de Binti Camel. En ik wil dus eigenlijk aan de binnenkant hier iets heel tofs doen met een mooi materiaal. Ga ik nog even over nadenken. Oh, en dan een grote palm erbij. Ja, dit is toch echt 1-op-1 inspiratie uit Egypte. En nu komt het gewoon tot leven. En naast de bogen zie je dus dat ze nog meer wanden hebben geplaatst. Zoals deze wand tegen de trap. En hier komt echt de fotostudio. Dus deze wand wil ik ook een lichte kleur geven. En hier kunnen we dan dus altijd video's creëren voor fotoshoots. We kunnen een ander behang erop doen. Dus dit wordt echt gewoon een creatieve ruimte. En waar ik ook echt zo blij mee ben, is de India's Poort. Ik ben er zo blij mee. Het is echt een mooie eyecatcher. Nou, en hiernaast komt een hele mooie kleur. Ik ben benieuwd of hem hier, want we hebben hem al gekozen. Gaan we even op zoek of ik hem nog ergens van een staal gemaakt. Maar er komt een hele mooie terrakleur. En dan hier komt nog een soort van cine wall. Dus hier zie je het eigenlijk al afgetekend. Dus komt de tv. Zodat ik hier ook de interieurpresentaties kan geven. Nisjes voor nog wat extra decoratie. En nog een special effect, maar dat zie je later. En wat hier wel heel leuk is, hier hebben we natuurlijk, dit is nog open. Die trap wordt nog helemaal dichtgemaakt.
Hier komt ook nog een wand. En dan komen dan dus deze deuren. Die heb ik geshopt bij Burberry in Aalsmeer. We hebben natuurlijk een eerdere vlog al gezien dat we daar een hele mooie roze deur hadden gespot. Maar ja, dit soort luiken, die komen dus echt uit Egypte. En ik had dus geluk, want op de dag dat ik langs ging, kwam dus net de container uit Egypte. En ze hebben dus nooit zoveel blauw-groene luiken. Dus die heb ik meteen gekocht. Die komen dan dus hier, twee stuks. En daarachter komt dan een opslag. Echt super gaaf. Hier wil ik dus een leuke inloopmat. Met een printje, iets kleurrijks. Dat je binnenkomt, dat je echt een wauw effect krijgt. De trap hier wordt nog allemaal dichtgemaakt. Maar moet je even kijken. Dit is zo vet. Hier gaan we dus behang doen. En hier hebben we dus drie lichtpunten waar dus een prachtige wandlamp komt te hangen. Ja, en het toffe is dat we dus daar, waar jullie nu staan, dat daar dus een raam is gemaakt. Ja, kijk nou. Dit was dus een hele bewuste keuze, omdat we die wand natuurlijk dicht hadden gemaakt, zou het trapgat heel donker worden. En nu door hier dus een kozijn te plaatsen, en er komt dus nog glas in. Ja, komt er echt prachtig daglicht ook zo het trapgat in. En hier willen we dus echt met Arabische houtsnijwerk, dat heet mashrabea, dat gaan we dus hier plaatsen. Echt heel tof. Ja, en hier zijn dus ook alle wanden geplaatst. Hier komt dus die keuken waar ik al eerder over vertelde. Een hele mooie kleur op de muur. En daar komt dus die prachtige roze Egyptische deur. En ja, eigenlijk is het in de basis bijna klaar. Er moet echt nog wel veel gebeuren. Maar we hebben even wat dingen geschoven, want morgen beginnen ze met de vloeren. Ik denk echt dat dat sowieso al zo'n groot verschil gaat maken. En het is nu gewoon even schakelen. Het is echt wel even schakelen wat er allemaal nog moet gebeuren. Kleuren voor de muren, behang uitkiezen. De finishing touch van alle, nou ja, de deuren die geplaatst moeten worden. Maar ik denk wel dat de komende twee, drie weken, opeens heel snel gaat. Dus ik ben benieuwd. En jij waarschijnlijk ook. Dus abonneer je zeker op mijn kanaal om niks te missen. En dan ga ik je in de volgende video laten zien wat we gaan doen. Wat we hebben gekozen voor de vloeren. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week. Doeg!